Enschedese portretgedichten. Stadsdichter Moes Wagenaar draagt elke maand een gedicht voor over een actualiteit en een inwoner uit Enschede. Nationale reisopera en over Marijke Levendig van Proostdij, hoofdbedrijfsrestaurant. Ze werd van koorzanger het hoofd van de kantine. Hij van leasebakdealer staatssecretaris van cultuur. Zij heeft zich omgeschoold en weet nu van sociale hygiëne, weegt zorgvuldig de verzoeken over chocoladevla en roze koeken af. Net zoals de opera, het aanbod kritisch afstemt op de vraag. Hij speelt met vriendjes op een berg van roze koeken. Roept dat er niks over is en schiet op wie nog kansen ziet. Met klodders chocoladevla. Net zoals het hele kabinet dat doet dit jaar. Haha, haha.